Vitesse heeft afscheid genomen van een aantal spelers. Zo had Pedersen nog een contract tot het einde van dit seizoen. Maar vertrekt de spits per direct terug naar zijn vaderland. Technisch directeur Moalach wenst Pedersen op de clubsite van Vitesse succes bij zijn nieuwe club. Ook Frank van der Struik vertrekt. Hij heeft een contract getekend bij Willem II uit Tilburg. Zijn aflopende contract werd niet verlengd en hij hield de hele voorbereiding zijn conditie al op peil bij de Tilburgers. Ja, Willem II is ook een van mijn clubjes samen met Vitesse nu. Hè. En, ja, het is heel leuk om weer terug te zijn om elke wedstrijd te kunnen spelen. En, binnenkort tegen Vitesse alweer, dus een mooi potje. De Tilburgers konden nog goed een verdediger gebruiken en zijn blij met Van der Struik. En dan Wimilio Fink. Die sluit zich aan bij de MVV-selectie. Ja, klopt. Naar MVV. En een jaartje gewoon lekker weer gaan voetballen. Zee Arend Hertog die heeft overigens ook zijn contract verlengd. Vitesse heeft afgelopen donderdag de samenwerking met de Valk Roofvogels uit Lunteren met 3 jaar voortgezet. Clubsymbool Hertog, sinds 2010 actief in het Gelredome, vliegt hierdoor nog 3 seizoenen door het stadion bij thuiswedstrijden van de club.